Luister goed naar deze tekst. Dit is mijn tweestrijd en dat terwijl ik alleen strijd. Ik zie dat je raak kijkt wanneer ik kom met de waarheid. Wat weinig mensen in mijn omgeving die staan stabiel. Want zelfs de sterkste mannen die zijn een beetje fragiel. Fuck slangen, ik maak geen deal met een reptiel. Niks te koop voor de duivel, zoek maar een andere ziel. Geen alibi, maar ik ben het zat. Om constant te lopen met een lege zak. Ik zie boys met hun handen in andermans zak. Zo van ik geef geen fuck, ik moet geld hebben no matter what. Zie mensen die steeds meer kapot gaan van binnen. En op straat worden ze kapot gemaakt van buiten. De maatschappij blijft deuren voor ze sluiten. Net een kanarie hoe ze naar hun centen kunnen fluiten. Maar wie ben ik? En wat moet ik voorstellen? Mezelf? Mijn naam is Youssef. Moet ik het voor je spellen? Laat dat, want net als een Ili heb je geen idee. Ik hoef het niet te spellen, want het staat op mijn idee. Ik loop geen blauwtje als een rookie. Ik ben een monster op je PC. Accepteer deze cookie. Play old school. Play 2. Wie strijdt er mee? Wie blijft alleen? Je wilt het horen van mij? Terwijl je het al weet? Ik stond rood, dus daarom werd mijn money zwart. Ik wilde die bonsai terwijl ik op die triple dart. Rood of zwart? Je gaat al in met je budget. Je wilt het balletje vaker laten rollen net roulette. Niemand die op je let. Je money die is weg. En je laatste centen geef je uit aan je sigaret. Ik krijg een duim omhoog in deze omgekeerde wereld. Dat is dus een duim omlaag in mijn onderwereld. Wat goed is, is fout. Wat fout is, is goed. Al ben je trouw aan wat je doet, is het nog steeds niet goed. Want die vriend, die licht je op wanneer het licht uitgaat. Ik zie dat jongeren steeds jonger uitgaan. Geen koekoeksklan, maar het liefst heb ik alles wit. Het is moeilijk, omdat het in deze tijden tegen zit. In deze tijd stel je niks voor, al stel je jezelf voor. De deur stond open voor je, maar je had het niet door. Doe niet als een domme jongen, je moet het slim spelen. Kijk me in mijn ogen aan, dan kan het me niet schelen. Echte broeders moet je zeven, je vrienden moet je zeven. Ze vallen door de mand. En even kijken wie er is gebleven. SO naar Yuzi. Voor 5 jaar geleden. Assalamu alaikum mensen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Zoals jullie net hoorden. Een beetje een inspirationele tekst. Ik ben nu bij een benzinepomp. Kijk maar. Hier. Benzinepomp. Dit is vlak bij Schiphol. Dit is vlak voor Schiphol eigenlijk. Onderweg richting First. Alleen mijn tank die is bijna leeg. Dus ik moet even gaan tanken. En daarna weer door naar First. Ik zeg het jullie, die rit heeft me helemaal moe gemaakt, man. Die airco heeft me denk ik helemaal duizelig gemaakt. Ik ga even wat energiedrank halen, even wat eten snel en dan gaan we er weer tegenaan. Dus laat het maar beginnen en ik zeg vol. Dan doen we een Napoleon review. De Napoleon snoepjes liggen al op de desk. Dat doen we ook met een bumper, dus praat naar de bumper toe. En rond het item goed af, dat we het ook hapklaar precies kunnen sturen. Dan hebben we weer een bumper, die van First Challenge denk ik. Tijdens dat introductiefilmpje, Sina, ja. Brengen we jou de studio in en dan verstop jij je achter het vogelgebouw. Ja. En dan roept Thomas als het filmpje af is gelopen. En hier is hij, Sina Kani. Psychologie. Hey. Vechten. Wow. Psychologie. Vechten. Nee, ik wil niet vechten, Joes. Ga vechten dan. Wow. Ga vechten. Nee, jij hebt een hekel. Ga vechten. Ik wil niet. Hou op, wat gebeurt hier? Ga vechten. Jongens, doe maar alleen, ik heb geen zin meer in. Maar op wat edit jij? Ja, gewoon première, man. Adobe. Mijn camera is er spontaan van onscherp geworden. Serieus. Ja, Movie Maker is toch beter, hè, Joes? Is sowieso beter. Voor de mensen die het niet snappen, gisteren zei ik op Twitter, waar ik nooit op zit, dat Movie Maker de shit is. Movie Maker, man. Ja. Movie Maker. Oh. Alle vlogs worden geëdit met Movie Maker. Ja, alle 364ste vlog, allemaal met Movie Maker. Bruh. Jullie allemaal met jullie mooie computers en alles mogen lekker editen met Premiere of Sony Vegas. Wij doen het met Movie Maker, we zijn die OG's. Toch? Als je dat kan, ben je pas echt goed. Hé, hey, als je 365 vlogs kan maken met Movie Maker. Ja, doe ik wel. Ja, toch? Kijk, beter een goede violist op een slechte viool. Dan een slechte violist op een goede viool. Oh, en jij bent dan een goede violist op een slechte viool. Snap je? Ik neem hem. We hebben geen ui, we hebben peper. Oh, okay. Peper.
Ja, hoeveel peper heb je, Gover? Een hele bus vol. Ja? Kijk mensen, dit is zo'n stroomschokapparaat. Echt gewoon die pinnen zitten. Kijk, zie je die pinnen? Dus dit gebruiken ze. Oké, wacht. Hoe zet hij aan? Hoe zet je hem aan? Thomas, hoe zet je hem aan ook alweer? Ja, dat weet je. Maakt niet uit, dan was iedereen hier. Deze. Oké. Doe eens. Ja. Zeker. Doet hij niet meer pijn? Nu doet hij iets meer pijn, ja. Omdat hij er meer erin zit. Ja. Maar op een schaal van 1 tot 10. Ja, op een schaal doe het nog een keer. Hou ze ingedrukt. Blijf zorgen. Ja, als je een ingedrukt houdt, wordt het op een gegeven moment wordt minder. Op een schaal van 1 tot 10 een goede maar alle kracht 6. Is natuurlijk alweer minder geworden, hè? Maar ja, hier, wil jij het doen? Nee. Doe één keer. Het ding is, als je het niet verwacht, dan is het veel meer. Thomas? Nee, ik haat stroom. Echt? Ik ben echt een pussy. Pootje. Pootje. Oké, okay. Moet ik hem zo? Ja, doe. Ik vertrouw jullie niet. Okay. Doe. Ik ben er niet. Mij kun je niks maken. Even zonder geintjes, hè, mensen. Dit is de meest complete wc die ik ooit heb gezien. Gewoon kijk: wc, toiletborsteltje, prullenbak, toiletrol, papier voor je handen, zeepje voor je handen. Hij kan dicht. En het licht gaat uit wanneer je eruit loopt. Dus het is niet zo dat je kan vergeten om het licht uit te doen van de wc. Het heeft alles. Het heeft echt alles. Ik vond het nodig om te delen met jullie. We gaan nu weer terug richting Den Haag. Let's go. Vol. Ik ben Noord-Afrikaans. Ben slim maar dom gedaan. Geen school afgemaakt. Alleen de brik uit Colombia. Wat doe je met die naam? Ik heb geloof dat. De Audi wordt gestolen voor de GoFest. Fuck problemen met een bitch, ik heb problemen met de OM. Fuck dat, geniet van het moment. Papa's in de stad, wat de fuck, daar ben ik Cohen. Ik heb een dev, die op de loop kent. Als je die ziet, zet je het op lopen. Soms op die keys net broden. Papi heeft weer oogsten, het is om die drogen. Verpakt en gewogen, en klap en besloten. In Marokko in de zomer, rijden we die motor. Daar is die eerlijk, maar hier is die gestolen. Waar we wonen, zoek die als de personen. Maar werk met de code, maar wat ik op dat konto, wat daar niet in stromen. Ja, zo'n paramokro, man. Ik ben Noord-Afrikaans, ben slim maar dom gedaan. Geen school afgemaakt, alleen een break uit Colombia. Ik ben Noord-Afrikaans. Ja mensen, gisteren zat ik precies zo met een nummertje aan. En dat was het nummer Squad van First Man en Vaya Laurens. En volgens mij IMA Aisha ook erbij. Mensen, dit is de vlog die vandaag dus online komt. Die komt zo meteen online. Dit heb ik nog nooit direct zo meegemaakt. Ik upload hem, staat meteen van auteurs. Ik drukte per ongeluk op het uitknopje. Maar wat ik dus aan het vertellen was. Ik uploadde, ik kreeg meteen een auteursrechtenclaim erop. En dat was dus vanwege dat liedje. Letterlijk, dat liedje was een halve minuut of zo in de video. Meteen een auteursrechtenclaim erop. En ik snap dat niet van platenmaatschappijen en artiesten die dat soort dingen laten gebeuren. Ik bedoel, kijk. Het is niet direct een aanval naar die artiest of die ik net opnoemde of zoiets. Maar ik laat een liedje horen. Ja? Niet het hele liedje. Gewoon een stukje van het liedje. In een positieve manier. Dus eigenlijk is het juist free promotie. Waar je eigenlijk blij om moet zijn. En dan krijg ik een auteursrechtenclaim. En dan alle inkomsten van die video. Kijk, boeit me niet die inkomsten van die video. Maar alle inkomsten van die video gaat dan naar hun toe. Omdat ik zo'n klein stukje in de vlog heb gedaan. Omdat ik juist het een positief liedje vind. Wat voor bullshit is dat? Dat is toch bullshit? Dan zou je toch juist blij moeten zijn? Dan zou je toch niet een auteursrechtenclaim daarop moeten zetten? Maar ik denk dat die platenmaatschappij dat via zo'n YouTube systeem heeft gedaan. Dat alles waar ze zeg maar dat liedje, overal waar ze dat liedje detecteren. Dat ze daar dan zeg maar een auteursrechtenclaim op gooien. Dus het is iets voor YouTube om dat te veranderen, weet je. Gooi in. Check het eerst, man. Check het eerst goed. Laat het goed checken. Niet door zo'n automatisch systeem. Laat het eerst goed checken. En dan pas auteursrechtenclaim. Nu heb ik echt iets van auteursrechtenclaims op 20 van mijn video's of zoiets. Vind ik niet erg. Maar als het zo door blijft gaan voor elke video, dan wel erg. Dan kom ik naar je osso. Maar ja, dat is iets voor YouTube om dat te verbeteren. Maar dan ook voor jullie artiesten en platenmaatschappijen als jullie kijken. Fix die shit beter, man. Laat mij met rust. Ik promote jullie juist. Wees blij. Vol. Wat doe je mijn auto, vriend? Wat doe jij mijn auto, vriend? Wie ben jij? Oh, je hebt... Oh, smer. Oh. Ja, je moet drukken. Ja, niet trekken. Taboete. Wat hè? Je moet die band... Oh, je moet die band, man. Hey! Drempel! Klootzak. Zet hem in hoesje alles. Ben je gek, man. Ga niet elke dag hoesjes. De derde keer. Mag je baard knuffelen? Mag je baard kietelen? Hoe is deze fiets? Doe dat bij jouw eigen baard. Kom, foe.
Allemaal voetbal weer. Yusuf is weer back in town. Noah is weer back in town. Guys, je weet. Ali, mag je op de vlog? Ali mag op de vlog. Zijn we filmen nu? Ja, je moet zijn hoofd blurren zo. Hij is te knap voor YouTube. Dus je moet niet je vinger aan de bovenkant. Hoi. Oh, de bonenfiets. Kijk, die zadel zit helemaal erin. Snelheid? Goeie! Listen, this is not proper behavior. Could you please get that camera out of my face, son? I'm not warning you anymore. Is that MOB? No, no MOB. Deze is te hoog nog voor mij. Je wielen draaien. Dat was mij ook wel duidelijk. Beweegt die zadel? Goeie. Iedere moment gaat hij uitvallen. Iedere moment gaat hij uitvallen. Ja. Dames en heren. Eerste ronde. Ali. Wat wil je doen dan? Tegen Youssef. Wat wil je doen? We gaan eerste ronde vechten. Oh. Tok tok, kijk op mijn tokken. Heb je... Is goed, round 1. Okay. Fight! Nee. We zijn hoed vlogd. We zijn hoed vlogd. Mee hoe heet het? Slow motion, zag je die dekking? Zag je die dekking? Je bent schouder zo. Wie heeft gewonnen? Ik heb gewonnen. Yeah. Ik heb gewonnen. Ja, hij heeft gewonnen. Yes, yes! Doe die andere, Ali, wat ik zeg. En de winnaar is Ali. Ali Atol. Undisputed World Champion. Undisputed World Champion, mate. Gregor Nick Diaz. Ik doe die in de lucht, hè? Mensen, even chillings. Even ontspannen, rustig aan doen. Kijk daar, broeder van andere moeder. Oh nee, wacht, dat is hij. Mensen, weet je wat ik nodig heb in deze kamer? Dat is een bureau en een bureaustoel. Ik heb gemerkt, ik ga daar liggen, ik ga daar gelijk slapen. Als ik bureau en bureaustoel heb, dan doe ik zo administratie, dit en dat. Kijk maar, administratie, kijk waar die nu ligt, zo. Zo, naast een flesje Fanta en op mijn tasje ligt erop. Ik doe niks. Ik doe administratie. Ik ga eenmaal liggen in die bed. Ik ga filmpjes kijken of ik niet meer filmpjes kan kijken. Dan ga ik op mijn mobiel zitten. Ga ik Snapchat kijken. Ga ik Instagram kijken. Er wordt geen werk verricht, mensen. Ik heb een bureau nodig. Urgentie. En deze matras gaat er denk ik uit moeten. Want hij neemt te veel ruimte in beslag. Het is gewoon nu te vol met spullen. Gewoon eiek. Gewoon echt eiek. Maar goed, mensen, dat zijn zorgen voor later. Vandaag was een leuke dag. Ik heb een beetje genoten van deze dag. Een beetje op rust gekomen, weet je. Een beetje lachen bij First. Een beetje bijgepraat met andere mensen, weet je. Een beetje gechilled met ze. Daarna een rustig theetje gedaan. Een beetje voetbal gekeken. Ja, gewoon rustige dagje, weet je. Dus ik ben er blij mee. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Want dit is ook de einde van de vlog. Hey, mensen, binnenkort komen echt grote dingen aan. Grote mededelingen. Echt waar, grote mededelingen, mensen. Dus wees daarvoor voorbereid. Want het gaat jullie omverblazen. Maar goed, voor je deze vlog wel leuk, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je onder reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... De...